In 2018 vonden er in de voormalige Altena-gemeente ruim 100 geregistreerde auto-inbraken plaats. Op de carpoolplaats aan de Sleewijkse zijde van de A27, Tol Oost, waarschuwt de gemeente middels een tekstcar voor het risico op auto-inbraak. Aan de Werkendamse zijde, ook bekend als Tol West, is er al geruime tijd sprake van camerabewaking. Deze vorm van toezicht volgt op een pilot waarbij het aantal inbraken en diefstallen verminderen en het veiligheidsgevoel wordt vergroot. Bij autodiefstal gaat het steeds vaker om ingebouwde navigatiesystemen en airbags. Het is niet bekend op welke plaatsen in de gemeente het vaakst wordt ingebroken. Heeft u een verdachte situatie gezien, belt u dan direct met het alarmnummer 112. De tekstkar met daarop de waarschuwing blijft enkele weken staan.